Oké, okay. Nou, ik hoop dat alles werkt. Ah, mooi zo. Hier heb ik een probleem. Ik krijg geen kleuren. En ik snap niet hoe dat kan. Nee, goed hè. Maar ik ga even verder pielen om te kijken of ik die kleur voor elkaar kan krijgen. Dat is niet. Swatches. Nee, ook niet. Kleur. Nou, dat is geen kleur. Zwart-wit. Kutzooi. Wat is dit dan? Nee, dat kan haar al. Ik zit met een probleempje hier. Hey, Prish. Ja, nieuwe computer, Chris. Ik snap er geen hol van.
Nou, dan wordt het waarschijnlijk een zwart-wit aflevering. Kan dit nou, joh? Ook niet. Is het zo? Jezus, nee toch? Ja, op een rot, het is dinsdagavond. Nee, dat is de deurbel. Kleintjes. Waarschijnlijk de postbode met een pakje voor iemand. Het gebeurt zo'n 3 keer per dag. Dus ik doe meestal niet open. Het kleurenmannetje, ja, dat zal leuk zijn. Ik snap er echt geen ene fuck van. Hij is geactiveerd. Dus daar kan het niet aan liggen. Ja hoor, een pakje. Jezus, dat hoor je zelfs. Nou, ik ga gewoon nog een keer opnieuw Photoshop opstarten. En anders, jammer maar helaas. Ja, het is een postbode die een pakje heeft. Ook bij andere buren aangebeld. En daar smeet iemand de deur dicht. Ja, zo doet hij het wel. Zodra ik een nieuw ding open, ben ik mijn kleuren kwijt. Ja, weer. Nou. Dat is mooi balen. Nou, ik pak een biertje. Oh nee, 2 minuutjes. En dan gaan we beginnen. Nee, Photoshop doet raar. Ik moet meteen een tablet te maken. Ik niet.
Ja, ik zie hem, BBE. Oh, vergeet de neus. Pardon.
Nee. Ik zeg niks. Zit iemand te hinten? Ik zeg niet wie. Nope. Nee. Ook niet. Ja, dat klopt. Oh ja, dat klopt ook. Nee, geen optelsom. Er zat iemand heel dicht in de buurt. Waar schrijft hij op en waarmee? Nee, niet met knijpers. Op een krijtbord, juist. Prisha. Even kijken. PB. Met dubbel krijt schrijven, ja. Echt niet? Dubbele pen ken ik weer niet. Nee, dat betekent te veel rekenen. Oh, wacht, ik vergeet naar de chat terug te klikken.
Door het lint gaan, prish. Dat is snel. Ah, niet deel. Good girl, just shut up. Ja, waarom zo'n groot hoofd? Jezus. Kan iemand even het kind afmaken? Ja. Alice. Smoke on the water. Helaas, Haro. Echt, hè? Ja, ik ook, Pris. Doe dat, Til.
Ja, dat is snel. Moest nog iets, iemand tekenen die er wat op hing. De PB, je bent te laat. Ja, Prins, rijkelijk te laat. Ja, dat is opaatje Tilly. Even een slokje en een trekje. Pop is toch ook een lolbroek? Vier maanden, goed zo, oeps. Grappig. Ja, het is inderdaad een heel verschil. Ook het tekenen gaat echt veel soepeler. Behalve dan dat ik mijn kleuren kwijt ben. Lust de conjo-poes. Nou, arme Loesje. Ze ligt zo braaf te slapen naast me, met een pootje over de oogje. Handen tekenen, dat zal ik nooit leren. Goed. Het is niet boy Tilly. Jammer joh. Nee. Hij snapt hem, maar hij is niet goed. Het zit ook niet echt op zijn buik, hè? Hij had het wel wat lager getekend. Gele. Hij heeft in zijn broek gepist, ja. Nee. Nee, ook niet, dat kun je op je buik schrijven. Niet. Nee. Chest hair. Flatliner. Nee. Nee, geen borstplaat.
Juist hem. Nou, zeg het maar op. Het wordt er niet duidelijker op. Nee. Hierna even plaspauze. Wat doe ik nou? Die gaat iets niet helemaal goed. Dan tik ik het wel. Ja, weet ik, foutje. Zat nog onder mijn knop. Ik dacht dat ik die andere gekopieerd had, maar blijkbaar niet. Je hebt weer een nieuwe pb. PB, Daafje natuurlijk. Heb je hem? Oké. Oké. Dag Struis. PB? Ja, oh, inderdaad. Opschieten. Oh, je was wel binnen 1 seconde, dus jij krijgt ook een punt, Pris. Je krijgt ook een punt. Nee, jij was te druk bezig met mijn aandacht trekken, denk ik. Maar ik heb even teruggelezen, dus toen zag ik het. Oh, schiet op. Ja, had ook gekund. Maar ik had opschieten.
En dan was je trouwens toch te laat geweest. Oeps. Plaspauze. Oh ja. Ik kan heel snel tekenen met mijn nieuwe computer. Vorige haperde niet steeds. Doe dat, PB. Ja, maar ik had opschieten en anders was oeps toch al te laat. Ja, echt hè? Ik dacht dat dat dan, zei ik vorige keer ook al, livestream lag. Maar daar lag het dus niet aan. Nou, ik ga ook even plassen. Ik moet nog niet heel erg, maar. Voorzitter. Ik ben er weer, maar dat horen jullie waarschijnlijk al. Ja, erger, 31 graden vind ik echt niet leuk meer. Nee, dat hoorde je niet. Ik heb een koptelefoon op, Daaf, dus ik hoor wat jullie horen. Jammer, hè? Wat een rust, hè? Die kutkoters zijn opgehoopt. Hoop ik. Het is natuurlijk iets heel simpels met het Photoshop. Ik hou echt niet van kinderharen, hoor. Maar dat schijnt inderdaad niet te mogen. Over 4 minuutjes ga ik weer verder.
Dan is iedereen wel klaar met zeiken en wijn inschenken. Hoezo gevaarlijk? Ziekte van Lyme? Ik kan wel een hoorspel gaan doen hier. Bastaard, satijnrupsen. En is er dan ook nog wat van de duinen over, of werkt dat niet zo? Ik heb geen idee. Ah, welkom terug, Tilly. Over zo'n 2 minuutjes beginnen we weer. Die is vals. Heeft ze nog gehuild trouwens? Ik kijk even niet. Die is de enige die haar nog af en toe aandacht geeft met het gejank van de. Flikker toch op met die kutte en ik van je. Ja, zeg dat nou niet, Haro. Net als in de film. Gewoon doen alsof het echt waar is. Zij is wel leuk. Ik vind ze echt niet leuk. Ik vond het in het begin heel grappig om te zien hoe ze, zeg maar. Een soort spiegelbeeld van elkaar waren, ook met bewegingen en zo, met omkijken en blikken. Maar daar is de interessantigheid nu ook al vanaf zo langzamerhand. Ja, precies, Haro. Ja, voor mij verdient ze een Oscar. Ja, maar jij bent niet helemaal goed af en toe, PB. Gewoon een stel vervelende klieren, kleuters. Ja, ik ontwijk ze zoveel mogelijk. En gelukkig zit Romy er ook vaak bij, dus twee vliegen in één klap. Ja, inderdaad, Daaf. Ook nog. Nou, ik start nu iets op. Laat maar.
nu weer aan de hand? Niks. Oeps, iets uit de grond stampen. Vind het wel grappig, want we weten ook niet wat de stand is, maar het gaat redelijk gelijk op volgens mijn idee. Volgens mijn idee, volgens mij. Kijk, te veel utopia. Hi, Loes. Hey. Ja, Loesepoes. Je moet nog even zo'n 3 kwartier geduld hebben, Loes. Dan krijg je weer aandacht.
Oké, okay, dan zit ik aardig te verkloten. Aan de lopende band, oké. Okay. Te lang mee bezig geweest. Ik wou nog. Maar ja, goed. Hij zal geraken. En deze is met dank aan Daafje. Ja, dat is hem. Niet een en al oog zijn. Nee. Ook niet lekker Alice. Nee. Juist. Oeps, ja. Oog in oog staan.
is leuk, Pris. Geen idee, Chris. We kennen het liedje wel. Kop indrukken. Of iets te kop indrukken. Oké. Boe. Suïcidale liedjes. Oh ja, dat is natuurlijk ook weer zo per week. Even een trekje naar slokje, mensen. Maar als je een beetje doorgoogelt, dan kom je vast achter de originele bedenker. Ja. Ik ben volkomen relaxed en ik doe het wel. Aan de bel trekken. Oeps, NPB. Oh nee, wel, oeps, het belletje trekken. Nee, ik had aan. De bel trekken dus. PB.
Ja, snap ik, maar het is een hele grote bel, zeg maar, in verhouding. Als het een belletje trekker was, dan had ik een klein belletje getekend. Triffids, Haro. Oh, musical, nee, dan ken ik het niet. Wel nee, dat kan Ramona vast sneller. Van twee walletjes eten. Zo, oepsje gaat lekker. Kan niet zonder kleur.
Ja, naar de klote gaan. Goed zo, Til. Ik ben blij dat je... Want lopen had ik niet goed gerekend. Sorry, Haro. Ik kan ook niet zonder kleur. Gedaan. Ja, kom op met het selecteren hier. Hoe laat is het, ouwe? Frisia, Weeping Willow. Nog een punt, Trish. Dat is een willig met een ogen en tranen. Een liedje. Ja, en het liedje heet Weeping Willow. Billie Holiday heeft het gezongen, of het van haar is, dat betwijfel ik. Maar... Ik ben al jaren in de war, PB. Oh, oké. Okay. Ik had hier Weeping Willow. Nee, ik doe deze.
Ja, het was niet zo'n hele mooie tekening, dat geef ik direct toe. Ruggespraak, PBNLS. Ik ga er nog drie doen. Hoop ik, want er zijn er een paar afgevallen. Spuit 11, snotsok. Ja, oeps. PB. En Prish. Oké. Okay. Nee, wacht even. Oeps op 55, Prish op 55, PB op 56. En lekker simpel ook nog. Wow. Oeps, Prish, PB en LS. Valt me trouwens ook op dat jullie ook dichter op elkaar reageren als jullie reageren. Oké. Maar ja. Eén na laatste. Oh, is dat het haar ook? Nieuwe stoel. Je oude stoel is niet lekker. Niet fijn.
Scheurkalender. Lekker simpel. Oké, dan gaan we nu de laatste doen. Een brug te ver, ja. Oeps. Ja, inderdaad. Dat was hem. En Pierre. Oh, gelijk gedeelde eerste plek. En een gedeelde tweede. Graag gedaan, Haro. Leuk dat je er weer eens was. Weet je niet, Pris? Mensen worden er vaak toch handiger in na verloop van tijd. Zo, ik ben nu klaar met herrie maken. Ja, dankjewel, Chris. Ja, het scheelt echt wel heel veel, hè? Ik ben er nu al aan gewend, maar dat duurde echt een paar dagen.
Tot volgende week. Doei. En bedankt voor het meedoen. En PB en Oeps gefeliciteerd met de eerste plaats. LS en Prish met de vierde. Prish is al weg. En Tilly met de tweede. Graag gedaan, Til. Doei. Ik kan het toch niet uitstaan van die kleuren, hoor. Maar goed. Na zdarovje. Ja, je gaat lekker simpel. Hé, hey, maar Snotsok, woensdag. Hoe laat ga je dan streamen? Misschien weet jij het, PB. Hoe laat opa gaat streamen morgen? Voetbal, Daaf. Ja, ik wil het voetbal niet zien, maar ik wil opaatje wel zien als hij voetbal kijkt. En hoe laat is die wedstrijd? Ik kan ook wel googlen, maar jij weet dat vast wel. Oké, oh, dat is een mooie tijd. Mooi, dan ben ik van de partij. Ja, dat vroeg me ook al af vanwege die aanslag, maar blijkbaar wel dus. Oh ja, dat zeg je al. Ik ga even pissen. Tot zo, Daaf. Viel best mee vandaag, Daaf. Oké, Alice.
Ja, en hij schreeuwt wat heftiger. Ik ga de stream uitgooien en verder tikken. Tot de volgende week, lieve kijkbuiskindertjes.